Geboren als tuinderszoon, een opleiding in het Wageningse als plantenveredelaar, startte de fascinatie voor de sector al vroeg. John van Ruiten, bijna 40 jaar werkzaam bij NAC Tuinbouw en haar voorgangers, gaat met pensioen. Stilzitten zal hij zeker niet, want er is genoeg te doen en ik ken John als iemand met een breed interessegebied. We zijn hier in Roelevarensveen, waar John zijn kennis en ervaringen op 5 verschillende thema's met je deelt. John, dankjewel voor je komst. Fijn dat je er bent. Ja, dag Benander. Ik wil het graag met je hebben over plantgezondheid. Hoe belangrijk is dit onderwerp? Superbelangrijk. Ik had al zo'n vermoeden. Ja, ik vind ook wel dat als we kijken naar onze werkzaamheden in brede zin, die we bij NAC Tuinbouw doen, dat plantenziekte, plantengezondheid, het waarborgen van plantengezondheid, dat het toch wel een van onze belangrijkste aandachtspunten is. Uiteraard geldt dat voor keuringen en inspecties. Mm-hmm. Heel veel van de certificeringen die we doen hebben met de gezondheid van teeltmateriaal te maken. Het geldt in het laboratorium, waar we ongelooflijk veel analyses uitvoeren, ook op het gebied van plantengezondheid. En het geldt in ons rassenonderzoek ook wel. In toenemende mate zijn resistenties daarin belangrijk. Ik denk dat het in de komende jaren ook alleen nog maar belangrijker gaat worden. Ja, dus het komt eigenlijk overal wel weer terug, zeg maar. Overal, ja. In allerlei verschillende vormen, Benanne. Ja, en hoe is dat ontstaan? Hoe plantenziekten ontstaan. Nou, zijn niet de ziekte, maar dat wij dat werk wij dat doen, zeg maar. Ja. Eigenlijk kan je wel zeggen dat dat vanaf het begin af aan, van de werkzaamheden van de voorgangers van de NAC Tuinbouw, de NAC B, de NAC G en de NAC S, dat het al een belangrijk aspect in onze keuringswerkzaamheden was. Mm-hmm. Het selecteren van gezond uitgangsmateriaal, gezonde moederplanten. Het waarborgen dat vermeerdering vanuit dat materiaal, dat er ook geen ziekte in meegingen. Dat is altijd al een kern van de activiteiten geweest. Ik denk dat als je terugkijkt in de geschiedenis, dat vooral het jaar 1992 een heel belangrijk jaar geweest is. Toen verdwenen in Europa de grenzen tussen de landen van de toenmalige EEG. Ja. En werd er een systeem van plantenpaspoorten geïntroduceerd. Mm-hmm. En een plantenpaspoort, dat is een bewijsdocumentje. Dat zaden en planten afkomstig zijn van een productielocatie, van een bedrijf, waar een aantal schadelijke ziekten, quarantaineziekten of andere ziekten, niet voorkomen. En daarmee een soort intern gezondheidscertificaat voor teeltmateriaal, dat binnen de Unie in het verkeer was, tot stand is gekomen. En wij zijn als keuringsdiensten, dat geldt voor de NAC Tuinbouw, maar dat geldt ook voor onze collega-keuringsdiensten, in dat jaar er ook voor verantwoordelijk geworden om in de uitvoering van onze kwaliteitskeuringen ook meteen die plantengezondheidskeuringen integraal op te nemen. Ja. Dus dat is toch wel een heel belangrijk moment geweest waarop dat een cruciaal onderdeel van ons werk is geworden. En wat is het effect daarvan geweest als je nu terugkijkt zo op de plantenziekten die er misschien daarvoor waren en daarna? Ja, ik zie twee effecten. Het is niet zo dat met een plantenpaspoortsysteem dat er geen nieuwe plantenziekten Nederland of Europa binnen kunnen komen. Nee. Dat heeft ook weer met andere dingen te maken. Het is wel zo dat dat systeem ervoor heeft gezorgd dat het kunnen verhandelen van planten en zaden binnen de Europese Unie, voorzien van zo'n document, een stuk makkelijker is geworden dan dat het voor die tijd was. Want daarvoor moest je voor elke zending stekmateriaal, plantmateriaal, het naar een andere land binnen Europa toe ging, de grens over met grensdocumenten, met exportinspecties. En nu zit dat veel meer in een bedrijfskeuringssysteem opgenomen. Mm-hmm. En mogen bedrijven zelf die plantenpaspoorten uitgeven. Nou, je vertelde in een eerdere podcast over het ontstaan van NAC Tuinbouw, dat het vooral vanuit de sector zelf ontstaan is. En in hoeverre is nu die plantgezondheid dan ook een verantwoordelijkheid voor die bedrijven, van die bedrijven moet ik zeggen? Er zitten twee kanten aan plantengezondheid. Er zit natuurlijk als eerste toch de overheidsverantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat er geen ongewenste verspreiding van plantenziekten plaatsvindt. Ja. Dat is de verantwoordelijkheid van de Nederlandse overheid, om daar waakzaam op te zijn en ook maatregelen te nemen op het moment dat zich ineens plotseling plantenziekten voordoen, die we hier in Nederland of in Europa echt niet willen hebben. Nee. Te proberen die tegen te houden. En niet in onze bossen of in onze landschappen of in onze teelten of in onze tuinen te krijgen, maar ze buiten de deur te houden. Dat is eigenlijk geen individuele verantwoordelijkheid van een bedrijf, maar dat is de verantwoordelijkheid van de Nederlandse overheid. En daar staat met name de NVWA
voor aan de lat. Vroeger de plantenziektekundige dienst. Ja. Die is een jaar of 15 terug opgegaan in de NVWA. En dat is de fytosanitaire autoriteit van Nederland. Die daarvoor moet zorgen. Die dat moet bewaken. En dan ook kijkt naar de keuringsdiensten. Dan daarnaast heb je natuurlijk de situatie dat als er materiaal, en dat is bij ons teeltmateriaal, in de handel gebracht wordt, dat het vrij moet zijn, of nagenoeg vrij moet zijn, hangt een beetje van de aard van de plantenziekte af. Maar laten we voor het gemak even zeggen, vrij moet zijn van plantenziekte. Dan is dat primair de verantwoordelijkheid van bedrijven zelf, om daarvoor te zorgen. En wij zijn er dan voor om ook te waarborgen dat zij daar inderdaad op een goede manier zelf op letten. En dat wij een over de schouder meekijken. Of in een aantal gevallen, wanneer dat voorgeschreven is, nog echt een beoordeling uitvoeren. Of die bedrijven dat op een goede manier zelf gecontroleerd hebben. Ja. Kijk, onze keurmeester die komt regelmatig op bedrijven. Maar het zijn uiteindelijk altijd momentopnames op het moment dat je daar komt. Dus van daaruit is het ook heel belangrijk om over na te denken dat de doorlopende verantwoordelijkheid van begin tot het eind bij die bedrijven ligt die dat materiaal produceren. Ja. En die zijn zich daar ook allemaal heel goed van bewust. Mm-hmm. Nou ja, je zei al, zo'n keurmeester die komt op het bedrijf. Hoe heb je dat werk de afgelopen decennia zien veranderen? Nou, ik zeg wel eens, de essentie van het werk is niet veranderd. Een keurmeester komt op een bedrijf om te waarborgen dat daar goed, gezond plantmateriaal en zaadmateriaal wordt geproduceerd en in de handel wordt gebracht. Wat je wel ziet veranderen, dat is de aandacht die bedrijven daar zelf voor hebben. Mm-hmm. Ook de kennis die bedrijven daar zelf van hebben is veel groter geworden. Er zijn veel bedrijven overigens ook in met name de groentegewassensector en de bloemisterijsector, die ook eigen onderdelen binnen het bedrijf hebben. Een eigen laboratorium of eigen kwaliteitsspecialisten, die daar ook goed op letten en er veel aandacht voor hebben. Ja. En dat betekent dat onze keurmeesters in toenemende mate ook de rol kunnen hebben om op dat systeem van het bedrijf toe te zien of dat goed in elkaar zit. Ja. En we noemen dat ook wel auditen. Mm-hmm. Zodat je in feite de dagelijkse werkzaamheden en testen en beoordelingen aan gespecialiseerde medewerkers van het bedrijf kunt overlaten, de resultaten daarvan beoordeelt en krijgt, en daarmee dat bedrijfssysteem kunt goedkeuren. Ja. Belangrijke ontwikkeling waarvan ik denk dat die ook de komende jaren echt door gaat zetten. Wat is nou eentje waarvan je zegt, ja, die is me echt heel goed bijgebleven? Als je nou eens een top 5 probeert samen te stellen. Nou, top 3 mag ook. Top 3, maar er staat met stip bovenaan qua impact en qua effect wat dat gehad heeft. De Boktor. Ja. Het was rond 2010 dat plotseling in Boskoop bleek. Ja. Dat daar op een plek de aanwezigheid was vastgesteld van de Oost-Aziatische Boktor. En dat is een van die organismen waarvan Europa gezegd heeft, die moeten we hier absoluut proberen buiten de deur te houden. Die kan met plantmateriaal binnenkomen, die kan met hout, verpakkingshout binnenkomen of op andere manieren. En als die Boktor zich eenmaal gaat vestigen in een land, en hij kan zich in onze klimaatomstandigheden ook goed vestigen en ook vermenigvuldigen, ja, dan heb je een groot probleem. Dat als dat te groot wordt, dan krijg je hem ook niet meer weg ook. En wat kan het gevolg dan zijn? Dat heeft twee gevolgen. Technisch heeft het gevolg dat je een ernstige schadelijke ziekte in je land hebt. En dat uiteindelijk natuurlijk schadelijk kan zijn voor de natuurlijke omgeving, voor de bomen. Ja. Want die beesten, die vreten, nou ja, ze vreten hem niet helemaal van onder tot bovenop. Nee, okay. Maar die zorgen ervoor dat die bomen uiteindelijk wel een grote schade hebben. Maar nog belangrijker voor een handelsland als Nederland is dat als zo'n organisme zich vestigt in het land, dat er plotseling geen zekerheid meer gegeven kan worden. Dat de bomen en de struiken die je vanuit Nederland in de handel brengt, dat die echt helemaal vrij zijn van zo'n organisme. Dus het heeft een enorm handelsbelemmerend effect als zo'n ziekte zich vestigt. En vandaar dat het allergrootste belang is om dat te voorkomen. Ja. Nou, dat was met die Boktor het geval. De hele omgeving van Boskoop, want dan wordt er vanuit Europese regelgeving wordt er een zone gecreëerd met een doorsnede van een aantal kilometers. En daar moet gewoon absoluut gewaarborgd worden dat er geen enkele Boktor daar nog voorkomt. Dus dat is een aantal maanden een enorm intensief inspectiesysteem geweest. En wat wij daar samen met de kwekers overigens in Boskoop, alle medewerking hebben we daar ook in gehad. Om te kunnen verklaren dat zo'n zone weer vrij is.
Want dat vertrouwen is uiteindelijk nodig. Ja. He, voor niet alleen andere bedrijven in Nederland, maar ook internationaal. Dat de bomen die uit zo'n gebied vandaan komen, of de struiken die daaruit vandaan komen, dat die inderdaad betrouwbaar vrij zijn. Ja. He, van eitjes, rupsen, larven of wat dan ook. He, van insecten die erin kunnen zitten. En hoeverre moet je dat met elkaar doen? Dat vertrouwen hoog houden. Want Boskoop staat bekend als een prima gebied natuurlijk. Maar als zoiets gebeurt, kan dat vertrouwen wel schade opleveren. Ja, dat is transparant zijn. Eerlijk en transparant zijn over wat er is en wat je doet. Als je dat op een systematische manier voor elkaar kunt krijgen, dan kan dat in ieder geval leiden tot een basis voor vertrouwen. Ja. Vervolgens zal het ook moeten blijken uit de resultaten van je werk en ook uit de resultaten van het, laten we zeggen, materiaal wat er vervolgens in de handel gebracht wordt, dat dat vertrouwen ook waargemaakt wordt. Dat je zegt dat je iets doet, maar vervolgens blijkt, en dat zou kunnen zijn uit zendingen die je waar dan ook naartoe gaan, dat er toch een probleem in zit, ja, dan ben je je vertrouwen natuurlijk kwijt. Ja. Dus transparantie over wat je doet, wat je vindt, de maatregelen die je neemt. Ja. En ook hier mensen uitnodigen om te laten zien wat je doet. De Boktor staat voor jou dus op nummer 1. En welke volgt er dan? Ja, het is niet meteen dat we daarmee de belangrijkste, maar een grote impact heeft ook Clavibacter gehad in tomaat. Waar plotseling behoorlijk om zich heen greep een bacterieziekte. En waar we als NAC-tuinbouw ook heel veel aandacht aan hebben besteed. Zowel in het ontwikkelen van goede detectiemethoden als in onze inspectieprogramma's. En waar bedrijven veel aandacht aan besteed hebben. Want het hele GSPP-programma is ontwikkeld juist om ervoor te zorgen dat in de tomatenzaad en in de tomatenplantenproductie de ziekte buiten de deur gehouden wordt. Mm-hmm. Dus preventieve maatregelen worden genomen. En wat is dan jaren later het gevolg daarvan? Jaren later is het gevolg dat wij eigenlijk op dit moment nauwelijks nog zien dat zich grote problemen met Clavibacter in de praktijk afspelen. Dus het is even afkloppen hoor, want er kan toch nog weer wat gebeuren. Maar de bedrijfssystemen zitten tegenwoordig wel zo degelijk in elkaar dat de kans op het massaal optreden van die ziekte echt veel kleiner is geworden. Zijn er nog meer plantenziekten of organismen die belangrijk waren? Wat ik een hele lastige vond, dat was het het treden van bruinrot, Ralstonia, in roos. Ja. Bruinrot is een bekende ziekte in de aardappel. Werd ook een bekende ziekte in een aantal siergewassen. Maar het was nooit ergens in de hele wereld in het gewas roos voorgekomen. Okay. En plotseling bleek in de rozenteelt in Nederland op een aantal plekken dat er een besmetting met Ralstonia aanwezig was. Waarbij uiteindelijk ook is vastgesteld dat het een besmetting was die met plantmateriaal mee kon gaan. En ja, niet alle gevallen waren daardoor veroorzaakt, maar wel een aantal. En nog de bedrijven, nog wij als NAC-tuinbouw en ook de fytosanitaire autoriteiten in de wereld hadden ooit van bruinrot in roos gehoord. Ja. Dus daar waren we ook helemaal niet op alert. En dat leert je weer, dat je altijd alert moet zijn bij nieuwe symptomen, bij andere verschijnselen die je eigenlijk niet zo goed kent, om toch weer na te gaan, wat zou hier nou aan de hand kunnen zijn? Want dat wil je niet opnieuw meemaken. Nee, want hoe zorgen we dan dat er gevaren die misschien ergens anders op de wereld zijn, dat die niet binnenkomen? Die vraag, daar hebben we pas geleden ook een keer een kennispodium over georganiseerd. En we noemden dat nieuwe narigheid. Mm-hmm. En van wat zit er nou in de wereld nog aan plantenziekten waar we alert op moeten zijn? Omdat die met de vele handel die er natuurlijk van en naar Nederland plaatsvindt, toch ongemerkt mee zou kunnen komen. En op verschillende plekken in de wereld zijn er zogenaamde alert systemen opgezet. Waarschuwingssystemen als zich ineens een ziekte gaat voordoen of die zich wat meer aan het verspreiden is. Ik denk dat wij in Nederland nog alerter zelf moeten zijn op die informatiebronnen die er wel in de wereld zijn. Om de mogelijke risico's vroegtijdig in beeld te hebben. Mm-hmm. Zodat we de symptomen kennen, dat wij als NAC-tuinbouw, onze keurmeesters bij import en export, maar ook onze bedrijfskeurmeesters, maar ook de bedrijven zelf gewaarschuwd zijn. Dat ze dus die informatie kunnen gebruiken. Dat wij ook snel detectiemethoden ontwikkelen. Dat we dat niet nog moeten gaan doen op het moment dat die ziekten al binnen zijn. Want dan zijn we misschien wel te laat. Proberen, want dat gaf ik al eerder aan, zo snel mogelijk op de hoogte te zijn van wat zich aan problemen zou kunnen voordoen. Ja, heb je ook een voorbeeld van zoiets waar we ons nu zorgen over maken? Ja, nou, wij als NAC-tuinbouw, maar zeker geldt dat ook voor onze boomkwekerijsector, maakt zich ernstige zorgen over de bacterieziekte Xylella. Iedereen kent, denk ik, dat verhaal wel. Dat is die ziekte die in de olijven teelt
in Zuid-Italië nogal om zich heen gegrepen heeft. Ja. En daar miljoenen olijvenbomen heeft neergehaald. Want die zijn gewoon dood gegaan. De ziekte zit in Zuid-Frankrijk, zit ook wat in Spanje. Er worden alle mogelijke maatregelen genomen om te kijken of de verspreiding van die ziekte tegengegaan kan worden. En dat doen we ook uiteraard in Nederland. In het vermeerderingsmateriaal wat gebruikt gaat worden. Proberen al ook daar meteen de toetsingen uit te voeren. Te zorgen dat we die ziekte ook niet hier ongemerkt. Want dat is het gevaar met Xylella. Ja. Die kan soms wel 2 jaar ongemerkt in een plant aanwezig zijn. Voordat die symptomen geeft. Ja, en dan ben je te laat. Ja, wat kan dan het gevolg zijn als we die bacterieziekte wel hier hebben? Als eerste gaat het betekenen dat ook bomen, en in dit geval ook struiken, aangetast kunnen worden door die bacterie en daarmee doodgaan. Ja. Dus het kan ook voor fruitbomen, voor siergewassen kan dat betekenen dat die gewoon niet meer groeien. Maar ook hier, voor een handelsland als Nederland, betekent het aanwezig zijn van die ziekte dat je niet meer de gegarandeerde waarborg naar landen kunt geven dat je je materiaal vrij hebt gehouden van die ziekte. Dus dat zou wel eens kunnen betekenen dat je met handelsbelemmeringen te maken gaat krijgen die omvangrijk zijn. Ja. En vandaar dat ook de sector zich daar heel goed van bewust is. En ook iedereen oproept om te zorgen dat je uit de risicogebieden geen mogelijk besmet materiaal binnenhaalt. Om alert te zijn op nieuwe symptomen en daar ook meteen ook, nou ja, over na te denken van wat je daar dan aan moet doen om dat buiten de deur te houden. Okay. Ook die is vergelijkbaar met de bokters, die heet de essenprachtkever. Dat is een kever die met name in de Verenigde Staten voor ongelooflijke schade in bossen zorgt. Mm-hmm. En er is een grote angst dat die ook een keer naar Europa zal komen met houtmateriaal. Wat dan hier ongemerkt uiteindelijk zou kunnen gaan leiden tot het vestigen van die kever in Europese bosgebieden. Ja. Nou, dan zijn ook echt de rapen gaar. En ook daar bereiden we ons op voor dus. Ook daar bereiden we ons op voor door daar informatie over te verzamelen, te weten waar je naar moet kijken en uiteraard door de eisen te stellen aan materiaal wat uit landen vandaan komt waar die kever zich gevestigd heeft. Ja. Dat of niet hier naartoe mag komen uit die gebieden, of dat er allerlei beoordelingsmaatregelen zijn genomen om die waarborg te geven dat die kever of de eitjes of de larven daarvan niet in het materiaal aanwezig zijn. En wie stelt die eisen dan? Die eisen die stellen de Europese fytosanitaire autoriteiten gezamenlijk. Okay. Dus dat is echt Europees beleid wat er op dat terrein gevoerd wordt. En in hoeverre is dat voor bedrijven zelf een dilemma? Die dan toch denken van ik heb wel iets gezien. Die keurmeester is er pas over 2 maanden. Ik zorg wel dat het voor die tijd weg is. En dan kan ik er niet dat hij niks zegt bijvoorbeeld. Op zichzelf is het goed als bedrijven proberen plantenziekten die zich voordoen, om die zo snel mogelijk weg te krijgen en meteen maatregelen te nemen. Daar is niks mis mee. Nee. Ik vind het wel belangrijk dat bedrijven, zeker op het moment dat het gaat om quarantaineziekten, dat ze daar ook in de richting van de toezichthoudende, de controlerende instantie als NAC Tuinbouw, de NVWA, dat ze daar wel open over zijn. Dat hoeven ze niet in de krant te zetten, nee, maar dat ze dat wel laten weten wat er aan de hand is. Hoe eerder je erbij bent, hoe eerder je maatregelen kunt nemen, hoe eerder je ook met elkaar beperkte maatregelen kunt nemen. Want op het moment dat het zo'n bedrijf niet lukt om die exemplaren weg te krijgen, ja, of een ziekte helemaal weg te krijgen en het probleem groter wordt, dan kan je daarna wel eens een heel groot probleem krijgen als bedrijf, maar ook wel als regio en misschien wel als Nederland. Mm-hmm. Want dan wordt het een minder beheersbaar probleem. En natuurlijk snap ik ook wel dat het voor bedrijven heel erg lastig is om, als je zo'n ernstige ziekte plotseling verdacht op je bedrijf hebt, om daar open over te zijn. En toch blijven we zeggen, en moeten we zeggen, dat dat echt van belang is om te doen. Ja. Om er zo snel mogelijk bij te kunnen zijn. Ja, je hoort wel dat de fytosanitaire eisen die landen elkaar opleggen eigenlijk misschien meer een politiek instrument is. Hoe zie jij dat? Ja, dat heb ik natuurlijk heel veel gehoord. Ja. Met name vanuit handelssferen. Mm-hmm. Dat er zelfs wat, ja, dat is een eis en die is er alleen maar om de export vanuit bijvoorbeeld Nederland, om die lastiger te maken. Ja. En weet je, ongetwijfeld zitten er ook bij allerlei maatregelen die er genomen worden, niet alleen op plantengezondheidsgebied, maar ook op allerlei andere gebieden, zitten er elementen die een politiek karakter dragen. Maar de kern van fytosanitaire eisen, die zit toch altijd wel in de zorg die er in landen is om te voorkomen dat zich daar nieuwe ziekten gaan vestigen. Of dat ook daar al reeds bestaande ziekten toch een grotere kans zouden krijgen om zich heen te grijpen.
Maar dat is misschien een ander, nog belangrijker punt. Zelfs als het al het geval is dat die wat meer handelspolitieke argumenten, hè, dat die erachter zitten. De enige manier, hè, om te voorkomen dat daar handelsbelemmeringen door gaan ontstaan, dat is toch de waarborg te bieden. Hè, dat je zodanig goed naar het materiaal hebt gekeken, in een zodanig goed systeem hebt geproduceerd, dat die landen geen zorg hoeven te hebben dat het probleem er niet in zit. Ja. Dus ook om handelspolitieke problemen weg te krijgen, moet je er gewoon voor zorgen, hè, dat je als land, als Nederland, de waarborg biedt dat het materiaal in orde is. En ook daar weer de transparantie misschien. Ja, dat laten zien wat je dan, ja, aan hoe je die controles uitvoert, hoeveel je ze uitvoert. En ook wij publiceren als NAC Tuinbouw ook jaarlijks de resultaten van ons werk. En die bespreken we ook met onze sector. Iedereen krijgt jaarlijks, hè, zeker in onze adviescommissies en in onze sectorraden die we hebben, het overzicht waaruit we ook op kunnen maken, doen we het goed? Gaan we de goede kant op? Ja. Houden we die ziekte ook daadwerkelijk onder controle? En dat blijkt eigenlijk meestal het geval te zijn. En zo'n bedrijf die wil graag eventueel een ziekte of plaag natuurlijk wegzien te krijgen. Die gaat er alles aan doen. Steeds minder zijn chemische bestrijdingsmiddelen mogelijk met een gevaarlijk gevolg, ja, voor menselijke gezondheid. Hoe kunnen ze nog goed wegkrijgen? De kernwoorden hier zijn eigenlijk hygiëne, preventie. Daar besteden we ook als NAC Tuinbouw in de diverse systemen die we ontwikkeld hebben. Het is niet zozeer in het wegkrijgen, maar al in daarvoor voorkomen. Ja, voorkomen is beter dan genezen, ja, natuurlijk. Dat is altijd zo. En dat betekent dat je als bedrijf, en dat geldt natuurlijk voor vrijwel alle bedrijven, moet zorgen, hè, dat je begint met materiaal wat schoon is. Hè. Dus als je dat al niet zelf hebt geproduceerd, maar ergens anders bij een ander bedrijf vandaan hebt, dat je de garantie hebt en dat het schoon is. En dat je je omgeving goed kent. Hè. Dat je weet, hè, dat er geen narigheid bij jou in de buurt zit. Dat je ook maatregelen neemt, hè, om de productielocaties die je hebt, dat kunnen velden zijn, maar dat kunnen kassen zijn, dat je ze zo goed mogelijk afsluit. Dat je ook voorkomt dat je medewerkers, hè, of de materialen, je fust of karren of wat dan ook wat je binnenkrijgt, ongewenst drager zijn, hè, van plantenziekten die je niet op je bedrijf wilt hebben. En daar zit dus de actieve kant aan van zorg daarvoor. Daar zit ook de kant aan van zorg ervoor dat je daar kennis over hebt. Mm-hmm. Ik denk dat dat een belangrijk punt is waar we ook als NAC Tuinbouw de komende jaren misschien nog wel meer aandacht aan kunnen besteden. Goede kennisoverdracht, hè, naar de bedrijven in onze sector van wat kun je nou doen, hè, om vroegtijdig ziekte en plagen te kunnen herkennen. Hè, om je ervan bewust te zijn op welke manieren die ziekte en plagen binnen kunnen komen. En wat je dus ook aan maatregelen kunt nemen om dat te voorkomen. Heb je zelf nog op het gebied van plantgezondheid dingen die je met ons wil delen? Wat ik denk dat een heel belangrijk punt is, dat we over plantenziekten zo open mogelijk kunt spreken. En dat toch de angst, hè, die wel best wel begrijpelijk, hè, bij bedrijven kan zijn, dat dat enorme consequenties kan hebben. Hè, dat we die angst met elkaar proberen te overwinnen. En want uiteindelijk zijn wij als NAC Tuinbouw, en datzelfde geldt overigens voor de NVWA, erop uit om niet het bedrijf lastig te vallen, maar het probleem weg te krijgen. Ja. En ja, daar is snel ingrijpen voor nodig. En dat is eigenlijk toch wel het belangrijkste wat er aan de orde is. Het is ook een zorgpunt. We hebben tegenwoordig hele goede technieken, waarnemingstechnieken, om de aanwezigheid van plantenziekten vast te stellen. Prachtige detectiemethoden, genetische analyses die we in ons laboratorium kunnen toepassen. Maar die zijn zo gevoelig geworden, hè, dat we af en toe in die detectie ook iets aantonen waarvan we zeggen, ja, er zit iets in, maar we weten eigenlijk niet, hè, of dat nog ziekteverwekkend is, of dat schadelijk is. Een nieuw veld is zich daar aan het ontwikkelen van wat moeten we daar nou mee doen, hè, met die ultragevoelige detectiemethoden die we hebben. Ja. Die heel fijn zijn, hè, maar waarvan de beoordeling ook wel eens een lastige element in zich kan dragen. Ja. En als wij die technieken hebben, dan hebben ze die in de rest van de wereld ook. Hè, dus die gaan die ook gebruiken. Hè, dus dat gaat ons nieuwe uitdagingen opleveren. Nou, mooie uitdagingen voor de toekomst. Ja. Dankjewel voor het gesprek. Oké. Okay. Als je dit ook een leuk gesprek vond, dit is een serie van 5 podcasts. Dus luister ook de andere onderwerpen met ons mee.